Uit het hoofd met Simone van Hoofddorp. Welkom bij Uit het hoofd met Simone. Dat ben ik, Simone van Hoofddorp. Ik ben neurowetenschapper en dat wil zeggen dat ik me bezighoud met de werking van het brein op ons gevoel en gedrag. Uit het hoofd. De hersenen bestaan uit 86 miljard zenuwcellen, die door middel van lange draden, de zenuwbanen, constant met elkaar in contact willen komen. Doordat deze cellen met elkaar in verbinding staan, kunnen wij ademen, praten, horen, zien, denken, voelen, bewegen. Misschien voel je je blij, gespannen, zenuwachtig, nieuwsgierig. Dat wordt allemaal geregeld in je brein. Jouw hersenen maken jou tot wie jij bent. Wat je voelt en denkt, dat zit in je hersenen en dat kan niemand zien. Je gedrag is wat je doet en dat kunnen anderen wel zien. Ik ben alleen in mijn lab. Het is doodstil. De hersencellen die ervoor zorgen dat ik geluid kan horen, raken in paniek. Ik raak in paniek! Iedereen is toch wel eens bang, blij, boos of bedroefd? Maar soms dan weet je helemaal niet hoe je je voelt. Dan voel je alles door elkaar heen. Dan kun je er geen woorden voor vinden. Maar daar heb ik iets op bedacht. Het weerbericht. Het weerbericht. Het weerbericht. Het weerbericht. Het weerbericht van en met Simone. Het weer van vandaag. Vandaag begon met een hoog drukgebied. We kijken even naar de kaart. Dat zich vanuit de buik uitbreidde naar het gehele lichaam. Momenteel is het zonnig. Met af en toe een bui die opstijgt vanuit de tenen naar het hoofd. Voor vanavond hopen we dat het weer opklaart. Vannacht verwachten we een rustige, koele nacht. Met temperaturen tussen de min 2 en de min 6. Bij iedereen is het weerbericht anders. Het weerbericht van je moeder zit misschien wel vol bliksemschicht omdat jullie de hele dag thuis zijn. Maar hoe zit het bij jou? Wat voor weertje is het bij jou? Download het blad Mijn Weerbericht en maak je eigen weersvoorspelling. En misschien wil je er wel een filmpje van maken, net als ik. Gevoelens voel je in je lijf en denken doe je in je hoofd. Denk je alleen maar met je hoofd of ook met je lijf? Mijn moeder zegt altijd, Siem, neem die beslissing nou met je hart en niet met je hoofd. Maar, kan mijn hart dan denken? Ingewikkeld? Breinbreker. Het is goed om je gedachten en je gevoelens te onderzoeken. Daar leer je jezelf beter van kennen. Ik heb voor jullie de hoofdvraag. Helemaal uit mijn hoofd gezet. Welke gevoelens kom je tegen als je ineens heel dicht op elkaar moet leven? Denk daar maar eens over na. Of praat erover vanavond bij het eten met je vader of je moeder.
Mam! Hallo, Siempje. Siempje, dit is mama. Ik ben aan het videobellen. Ja, aan het videobellen. Maar ik zie helemaal niks. Vlog. Oh, Gunst. Ik zit in een vlog. Ik had mijn vinger. Sorry, ik had mijn vinger voor de camera. Kan jij mij zien? Dit was dan de... zijn we alweer... Mam! Aan het eind gekomen van deze eerste aflevering. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Ik hoop dat jullie allemaal kijken. Tot dan! Mam! Mam! Ik ben hem wel alleen, maar niet eenzaam. Echt, Dick, nee, maak je geen zorgen. Gesiem? Nee hoor, heus niet. Nee, maar het voelt gewoon een beetje... Ja, het voelt een beetje... Ja, hoe zal ik het zeggen? Ladies and gentlemen.